Ik zou graag in ieder geval de wethouder Paul Dirksen hartelijk welkom heten. Ik zie achter hem ook Roel Bergijk, manager sport, staan. En ja, zoals ik, we hebben in, ergens in december een gesprek gehad. En in dat gesprek daarin deelde de wethouder ons mede dat de 4 miljoen niet door zouden gaan. En toen hebben we eigenlijk gezegd van nou, ja, wat moeten we hier in dit gesprek verder nog? Het wordt dan tijd voor andersoortige actie. En daar zijn we in de afgelopen tijd ook mee begonnen. We zijn al eens hier geweest met een paar honderd mensen bij een commissievergadering. En daarnaast hebben we een petitie opgestart. Een petitie waarbij... en ik vraag me af waar die nu is, ja? Een petitie... Oh, daar is die. Oké, dankjewel. Ik kom direct doen. We hebben een petitie opgestart waarbij we handtekeningen verzameld hebben samen met de KNSB. En we zijn uiteindelijk tot een heel behoorlijk aantal handtekeningen gekomen. Daar zal ik zo dadelijk nog even wat over zeggen. Maar we hebben vooral deze dag ook een beetje symbolisch willen doen. Symbolisch met het risico wat we met z'n allen lopen. Dat we zo langzamerhand aan het laatste ijs in Leiden toekomen. Als we zo doorgaan met de hal. Daarom hebben we ook deze mooie ijskoker geregeld voor vandaag. Het weer had ietsjes meer mogen zijn als vandaag. Maar ik wil u in ieder geval namens alle schaatsers een heerlijk ijsje aanbieden. En verder wil ik eigenlijk melden dat we de komende tijd het Stadhuisplein om gaan toveren tot een droog trainingplein voor schaatsers. Elke donderdag, vanaf deze donderdag, zullen hier groepen schaatsers hun droogtraining komen doen. Ideaal gebouw ervoor, veel trapjes erbij, dus we kunnen alle kanten op. Dus je kunt nog meer dan uitgebreid van het ijs genieten. Maar om nu eigenlijk tot de kern te komen. We hadden een behoorlijk aantal petities ondertekend gekregen. En ik wil eigenlijk je heel even laten voelen wat dat nu echt is, zoiets, als je met zo'n schaatshal aan de slag gaat. En dat zijn natuurlijk een behoorlijk aantal kilo's. 7431 handtekeningen hebben we opgehaald. En daar willen we bij deze graag overhandigen. En dank u wel voor alle. Nou, hartstikke goed dat jullie hier staan. En toch ook weer een mooie opkomst en ook weer ludiek. Het is een lastig dilemma voor mij, voor ons, voor het college. Het is goed dat jullie laten horen. Het geeft ook duidelijk weer van wat is de behoefte aan ijssporten hier in deze regio. Ik ben ook in gesprek natuurlijk met de regio om te kijken van wat kunnen we doen. En in de tussentijd moeten jullie doen wat jullie moeten doen, namelijk goed laten horen dat dit belangrijk is. Dus goed dat jullie hier staan. Ik neem ze in ontvangst. Ik neem ze mee naar het college. En we nemen ze uiteraard mee in de plaats. Dank dat jullie hier wilden komen.